de NTS en de NOS. Mijn passie is altijd geweest voor de ruimtevaart, want ik ben in 1954 begonnen met het verzamelen alles op het gebied van de ruimtevaart. Ik was toen zelf 18 jaar. Ik knipte en ik plakte. En daar ben ik mee begonnen, ook vanaf de eerste Sputnik. Piloten aangeschreven zoals Scott Crossfield van de X-15. Waar ook Neil Armstrong later in vloog. Colonel David Simons, die is in een Manhattan ballon tot bijna 30 kilometer hoogte gesteken. John Paul Stapp, dat was een arts in Amerika die op een raketslee het wereldsnelheidsrecord op het land heeft gemaakt. En zo schreef ik die mensen aan om een foto met handtekening, maar het aardige was dat ik steeds brieven kreeg, persoonlijke brieven, dat stimuleerde mij verzamelen. Ik ben brieven gaan schrijven aan Werner von Braun en boven alle verwachtingen kreeg ik van hem ook mooie foto's met handtekeningen, maar ook persoonlijke brieven opgestuurd. Die verzameling die ben ik gaan voortzetten. We kregen natuurlijk Sputnik 1, we kregen de eerste Amerikaanse Explorer, die werd in de, of de Sputnik, die ging in 1957, de eerste Amerikaanse kunstmaan in februari in 1958. En toen dacht ik, ik kan niet achterblijven, ik ga zelf ook een raket maken. Ik zat in militaire dienst en daar hebben ze me geholpen. Ik heb daar een kleine raket gemaakt, de SP-1. Dat was ongeveer 40, 50 centimeter hoog. En ik woonde toen in Heemstede op de Zandvoortslaan. En ik heb die raket gemaakt en ik zei tegen mijn ouders, ik heb een raket gemaakt, zullen we hier de duinen van Zandvoort afschieten? Nou, zei mijn vader, als jij wat hebt afgeschieten, doe dat dan maar even in de achtertuin. Ik ben bij een drogist in Haarlem, ben ik chemicaliën gaan halen van mensen die mij vertelden dat ik dat erin moest stoppen. We stonden in de achtertuin op 13 september 1958, dus middags om 16:30. Ik stak hem aan. Ongelofelijke klap. Alle ramen lagen eruit aan de achterkant van ons huis. Stukken ijzer vlogen om ons oor. Stukken lagen in de huiskamer. De raket zelf lag drie huizen verderop in de achtertuin. Het leuke is dat ik een groot gedeelte van alle stukken heb teruggevonden. Zeker die in de huiskamer lagen. Ook nog een stuk uit de achtertuin. De raket zelf gevonden. En die is nu keurig ingelijst. Zit die in een mooie kist met een beschrijving erbij. En van het museumglas erover als een soort trofee. Want door die enorme klap, ik kwam iedereen aanrollen wat er gebeurd was. En mijn moeder zei, ja, mijn zoon heeft zojuist een raket afgeschoten. De Heemsteedse krant schreef erover, de Telegraaf kwam met een artikel, de televisie kwam een reportage erover maken. Ik was toen net uit militaire dienst. Ik heb gevraagd of ik eens in de studio's in Brussel mocht kijken van de televisie. Daar ben ik geweest. Ik zag de cameramensen, ik heb gesolliciteerd. In 1959 ben ik aangenomen als cameraman bij de NTS, de kerkje Irene en Vitus. Degene die dat horen, je kunt wel herinneren in Bussum. Ik ben toen 6 jaar cameraman geweest. Ik heb de regieopleiding gevolgd. En in eind 1967 was ik regisseur. En in 1968 kwam de beroemde Apollo 8 maanreis naar de maan. En die heb ik toen geregisseerd vanuit de studio. Alles nog in zwart-wit. Enkeling als presentator, kritietelaar als maandeskundige. En daar is eigenlijk mijn carrière ook begonnen verder. Door alle contacten en verzamelinggegevens die ik allemaal had. Die werden gebruikt ook in de uitzending. Ik kreeg schitterend materiaal. Ik mocht naar Amerika toe. De mensen kende ik al jaren. Dus die hebben me enorm geholpen met mooi materiaal te geven. En ja, toen kwam de Apollo 11 en die heb ik toen ook geregisseerd weer vanuit de studio. In studio 2 in Hilversum, dat waren de nieuwe studio's. Nou, de uitzending begon was natuurlijk op 20 juli 1969, de belangrijke dag. Maar wij waren al begonnen met de decorbouw op de 19e juli. De 16e was natuurlijk wel de lancering geweest van de Apollo 11, maar die hadden we smiddags, die was smiddags om 2:55 was de lancering, dat hebben we toen laten zien. En toen kreeg ik natuurlijk de landing op de maan op 20 juli. En we zijn toen met de uitzending begonnen eigenlijk, ja, als ik hier eens op mijn oude papieren kijk, zijn we smiddags om 3 uur begonnen met de eerste uitzending. En die is eigenlijk continu doorgegaan, de hele nacht door. Want de landing op de maan
geregisseerd en in de vooruitzendingen, dus overdag, hadden wij ook nauw contact met de sterrenwacht in Hoeve. Theo Vermees en Jeannette Vermees, mensen met een enorme passie op het gebied van de sterrenwacht en communicatie, straalverbindingen opvangen van signalen en geluiden. En toen werkten we nog met PTT straalverbindingswagens, dat was zo'n grote mast en die stond daar in Hoeve bij de sterrenwacht. Daar hadden we vaker verslaggevers staan om gesprekken op te nemen. En die werden dan doorgestraald naar onze studio in Hilversum. En zodoende kregen wij aanvullende informatie van de sterrenwacht uit Hoeve. Verder zat ik in de regiekamer waar ik een oortje... Ja, dat moet eigenlijk begrepen worden als ik had een soort dopje in mijn oor. Met een verbinding met de EBU in Genève. Die mij continu, de landen in Europa die waren aangesloten op de beelden uit Amerika... werden wij gesouffleerd wat er voor materiaal aan ging komen. Maar ook soms dat er werd gezegd van nou komt nu 10 minuten komen er geen beelden over een half uur. Zodat wij konden improviseren in de studio met allerlei reservemateriaal wat we daar hadden klaarstaan. Ja, het is een hele bijzondere uitzending geweest. We hadden natuurlijk wel een conceptdraaiboek, maar het was één groot stuk improvisatie van ons allemaal. Omdat, ja, we wisten helemaal niet wat er ging gebeuren. En zeker ook met de afdaling naar de maan. Waar natuurlijk geen beelden van waren, alleen maar geluid. Het was een hele spannende affaire. En toen op een gegeven moment Armstrong ook de maanlanden verliet om naar beneden te gaan. Toen moest hij eerst nog het lenskapje van de televisiecamera afhalen. En toen bleek ook nog dat die camera op zijn kop stond. Dus die moest ook gedraaid worden. Nou, dan krijgen we de historische beelden van het lopen op de maan. En ja, we zijn toen doorgegaan eigenlijk tot 's morgens vroeg. Zo, want de landing die was toen om een uur of even wat ik net al zei. De maanlander is toen vertrokken. De Armstrong stapte op de maan. Ze hebben daar toen ongeveer een kleine 2,5 uur hebben ze rondgelopen. En ze zijn weer vertrokken. Terling en ik die waren toen bezig met het maken van de grammofoonplaat. Die hadden we al bijna helemaal klaar. En die heette Man op de Maan. Henk en ik zijn toen uit de studio 's morgens om 6 uur naar het bedrijf in Laren gegaan. Die hebben de grammofoonplaat verder afgemaakt. En die is 2 dagen later gepresenteerd in het Amstel, in het Hilton Hotel in Amsterdam. Ook bijzonder. En we hebben natuurlijk de andere verslagen gedaan van de terugkeer naar de aarde. De landing op aarde op 24 juli. En ja, het grote voordeel was dat van onze superieuren en zeker en Karel Enkelaar, toen directeur van de NTS, bij alle mogelijkheden kreeg om deze uitzendingen bijna maximaal te mogen uitzenden. En misschien is het leuk voor degenen die dit horen, aanstaan op zaterdag 20 juli... Nederland 1, om 8:30 tot 10 uur, Apollo 11. Een groot programma over de ruimtevaart en de vlucht van de Apollo 11. Waar ik ook een gast aanwezig zal zijn. Dit even een snelle terugblik op een hele boeiende periode. Jan, dankjewel en heel veel succes met deze komende dagen die toch ook voor jullie bijzonder zijn. Heel bijzonder, dankjewel. En een hele fijne dag verder, hoor. Dankjewel, ja, dankjewel, Rudolf. Dag.